Hey, leuk dat je weer kijkt naar weer Spliksplint, een nieuwe video van dirigent Maarten. Harder. Ja, bedankt, Pannekoek. Hallo lieve mensen, hier weer een nieuwe video van Maarten Willemsen, oftewel dirigent Maarten. Allereerst wil ik jullie bedanken. Mijn vorige video over de 6 tips voor koorleden is in één dag tijd al meer dan 150 keer bekeken. Inmiddels een dag later al 250. Hartstikke leuk. Dus binnenkort zullen hier waarschijnlijk allemaal advertentiebalkjes verschijnen met nutteloze producten. En word ik slapend rijk. In deze video, wat doet een dirigent als hij niet dirigeert? Nou, allereerst doet hij de gewone dagelijkse dingen die hij normaal ook doet. Zoals naar het toilet gaan en douchen. Waarvan helaas geen beelden zijn. En de rest van ons ochtendritueel wordt gepresenteerd door Elias de Weimaraner. Veel plezier. Daar. Ja. Zo. Goedemorgen. Wij gaan dadelijk naar het bos. Maak maar open. Dan gaan we terug. Water drinken. Dan gaan we naar de kippen. Deze zogenaamde kip, die is geboren in de zomer van 2019 en zoals we sinds gisterochtend kunnen horen, is het een haan. Onze hanen hebben altijd Italiaanse namen. Dus we noemen hem nu Lombardo. Ga naar de cavia's. We hebben 3 cavia's. In dit ene hok zit onze zwarte cavia Beyoncé. Met haar zoontje van 3 maanden nu. Aan de andere kant zit Johannes, ons mannetje, oftewel Beertje. En dat vinden jachthonden heel leuk. En dan gaan ze op 3 poten staan. Lekker. Ja? Mooi. En dan is het hoog tijd voor een bakkie thee. Bedankt voor de rondleiding. Ach. En na dit alles begint normaal gesproken de werkdag voor de dirigent met repeteren en optreden en vooral thuis ook veel arrangeren. Nou, dat laatste kan natuurlijk nog steeds. En daarvoor neem ik jullie even mee naar mijn computer. The place where the magic happens. Ja, welkom in het heiligdom. Het maken van een arrangement is echt heel tijdrovend. In principe moet je ieder toontje van ieder instrument of iedere zangpartij apart met de hand invoeren. Is dus één muisklik. En uiteindelijk, als dan alle partijen onder elkaar staan, moet het ook nog gemixt worden. Dus eerst de ene stemppartij erin. En dan de andere. Samen.
En dan per stempartij moet je het document opslaan. Exporteren als geluidsbestand. WAV. En daar ook nog een MP3 van maken. En als dat allemaal mee zit, dan kan je er 1 à 1,5 op een dag doen. Als ik de avond meetel. Maar dan ben je ook wel een beetje afhankelijk van inspiratie. De ene keer lukt het beter dan de andere. Het is net zingen, toch? Nu de dirigent vanwege het coronavirus even niet kan dirigeren, is er wel wat extra tijd voor hobby's waar ik normaal gesproken niet zo aan toekom. En een daarvan is mijn insectentuin. Een grote hobby is mijn tuin, die voor een aanzienlijk deel volstaat met insectvriendelijke planten. Maar ja, daar kan je nu nog niet veel doen. Want voor je het weet, trek je geen onkruid uit, maar insectvriendelijke planten. Maar er zijn toch wel een paar interessante dingen te zien al. Magnolia staat in bloei. Japanse in dit geval. De sneeuwbal staat bijna in bloei. Ruikt heel lekker als die bloeit. En wat altijd het begin van de lente markeert in mijn tuin zijn deze keizerskronen. Die rond carnaval boven de grond komen. Talbo 1510 uit 1980. Die is 5 jaar geleden gelast. Nooit meer aan toegekomen om het af te bouwen. En nu ligt er de uitdaging. Wat zat ook alweer waar? En waarom breken al die 40 jaar oude plastic clipjes en stripjes toch altijd weer af? Het tapijt ligt er al in. De gordels zitten weer op zijn plek. Een stripje, daar is nog niet zoveel werk. Kijk maar. Een nieuwe hobby is trombone spelen. Ik hou namelijk enorm van carnaval. Maar helaas al mijn familie en vrienden tegenwoordig niet meer. Die gaan liever skiën of werken. Losers. Dus ik wil me volgend jaar mijn bandje aansluiten om toch iets te doen te hebben met carnaval. Ja, het valt nog niet mee. Ik krijg steeds meer respect voor al die blazers die mijn arrangementen moeten spelen. Andere vrij nieuwe hobby. Ik ben 25 jaar lid geweest van scouting. Waaronder 10 jaar begeleider bij de Rowans. En dat was de mooiste tijd van mijn leven. Dus ik kijk nog wel eens op internet naar scoutingfilmpjes. En ik kwam vorig jaar filmpjes tegen van natuurkampen van Russische scouts. Heel mooi, alleen ik verstond geen hol van wat ze zeiden. Dus ik heb een cursus Russisch besteld. Om Russisch te leren spreken is het echt beren ingewikkeld. Er zijn heel veel naamvallen. Maar om het te lezen, dat is te doen. De Russen gebruiken het Cyrillisch schrift, maar iedere letter geeft altijd 1 bepaalde klank weer. Dus het is heel eenduidig. Wat Russisch leren extra leuk maakt, is dat er echt ontzettend veel woorden zijn die heel erg op het Nederlands lijken. Ik heb er een paar voor jullie opgeschreven. Artiest. Jazz. Theater, gitara, solist en ook een hele mooie, dirigeur, dirigent dus. Leuk hè? Oh ja, en als er nou een keer een Rus kakjela tegen je zegt, niet denken dat je de stront in moet zakken, want kakjela betekent gewoon, hoe gaat het ermee? Tot slot heb ik nog een tip voor je. Begin een nieuwe hobby. Pak iets op. Bestel een cursus of koop een haaknaald. Het kan van alles zijn.
Maar iets nieuws aanpakken, daar knap je enorm van op. Of wat ook nog kan, een hobby van vroeger, die je 1, 2, 10, 20, 30 jaar hebt laten liggen, weer opnieuw oppakken. En dan vraag ik je, heb jij een oude hobby opnieuw opgepakt? Of ben je een nieuwe uitdaging aangegaan? Zet dat dan in een openbare reactie, zodat we elkaar kunnen inspireren. Oké, hoe dan ook, bedankt voor het kijken weer naar deze video van Dirigent Maarten. Het gaat goed en ik zie jullie graag terug in een andere video. Vergeet niet eventueel te abonneren of het linkje van dit filmpje door te sturen. En graag tot ziens. Doei! Na dit ochtendritueel en natuurlijk een ontbijtje begint normaal gesproken de werkdag van de dirigent. Ik weet mijn tekst niet meer.